Goedemiddag kijkers, welkom bij Auto Siro. We hebben nieuw bij ons binnengekregen. Opel Vivaro, bouwjaar 2022, 17.000 kilometer. Ja, ik durf wel te zeggen, auto met de kop eraf. Betreft ook een BTW-auto, we hebben hem bij mogen kopen bij Alphabet Lease. Volledige onderhoudshistorie hebben we erbij. Schadeverleden kunnen we daarmee ook uitsluiten. Dus de kilometers, dat zijn ook de gegarandeerde kilometers. Betreft de lengte 2, hoogte 1. Ja, financial lease, dat doen wij ook. Dat doen we samen met de partners van 123 Lease. Ja, wil je een financial lease voorstel ontvangen? Laat het me even weten wat je wensen zijn. Dan heb je hem binnen 10 minuten van je. Heb je een voertuig in te ruilen? Ook geen probleem. Loopt de motor niet meer? Ook geen probleem. We ruilen alles in. Stuur me even wat foto's, dan krijg je gewoon direct een bieding. Dan weet je ook waar je aan toe bent. Ik heb nu lang genoeg gesproken. Kijk eens mee in deze prachtig mooie bus. Opel Vivaro in de mooie kleur wit. Hoogte 1, Imperial zit er al op. Hij is echt, ja, fantastisch. Maar het kan niet anders met de kilometers. Want de banden zijn nieuw. De zijkanten zijn keurig netjes. Zeg jij nou, ik wil er een paar mooie velgen onder. Geen probleem. Stuur me foto's van de grenzen velgen. En dan gaan we het regelen. De trekhaak die zit er al onder. Met de opstap aan de achterzijde. Dus dat is gewoon gemakkelijk. Even kijken, een auto heeft een trekgewicht van 750 kilo. Betreft de deurtjes, de sleutel zit er al op. Ja, de binnenkant ook, hij is bijna niet gebruikt. Betimmering zit er al in. Dus ook gedacht om de haken, om eventueel dingen vast te sjorren. De trap die zit er al op, zo kom je gemakkelijk op het Imperial. Zeg je nou, ik wil de bumpers graag gespoten hebben in kleur, laat het me weten. Kunnen we allemaal meenemen in de gewenste offerte. De sloot ook op de zijkant. De schuifdeur aan de rechterzijde. Parkeersensoren aan de achterzijde, niet vergeten. 3 shits voorin, half leder. Hij is echt werkelijk waar, keurig nieuw. Half stof, half leder. Betreft de 6 handgeschakeld, 13.000 kilometer zelfs. Excuus. De cruise control aan de linkerzijde. En hou er rekening mee dat op de nieuwe bussen komt gewoon BPM. Dus ze worden 30% duurder. Dus hou er rekening mee dat de gebruikte bussen ook 30% duurder zouden worden. Ik denk dat dit wel het moment is om een gebruikte bus te kopen. Ze zijn nu gewoon nog een stuk goedkoper. Dus heb je interesse, laat het maar weten. Wil je hem komen bekijken? Bel of app even, dan zorg ik gewoon dat hij klaar staat. Dank voor het kijken, tot de volgende. Hoi!